A drone will inspect an aircraft on a very regular basis. So even for a pre-flight checklist, just as a way to make sure that we're traveling safe and are able to guarantee that to the people using the aircraft. Today we're at Maastricht Airport to perform an inspection of this Corendon aircraft, a Boeing 737-800. We're doing this inspection mainly to validate a product that we've been developing for quite some time now to make sure that it's safe and reliable to use. The product that we have is a drone, and with a drone we can do any kind of outdoor GVI of the aircraft. What we are able to do here is we're able to validate certain key technologies that we've been working for that we've now incorporated into our product. We're validating and this allows us to make sure that any future demonstrations that we have will be executed fastly and reliably. Next week we expect to perform an inspection for a slightly older version of the 737. So in a nutshell, we're able to inspect any kind of aircraft. We gaan hier vandaag een live demonstratie laten zien van een drone-inspectie op een vliegtuig van Corendon. En we gaan een heleboel mensen laten zien dat onze drone werkt. Luchtvaartmaatschappijen kunnen gebruik maken van de Mainblade drone om snel, veilig en efficiënt een inspectie uit te voeren om de status van het vliegtuig inzichtelijk te maken. Als ik kijk naar Mainblade als bedrijf, vind ik het heel bijzonder hoe we zijn begonnen met het idee van vliegtuiginspecties en hoe we zijn uitgegroeid naar een gepassioneerd en een waardevol team wat inspecties aan het ontwikkelen is om vliegtuigen snel en automatisch te inspecteren met drones en hoe we daar steeds meer tractie vanuit allerlei mensen en de markt krijgen die hier heil in zien. The big dream that I want to achieve with Mainblade is to make sure that we're performing aircraft inspections around the world for any kind of aircraft. Mainly for large commercial airlines, where we're able to perform any inspection as mundane from a pre-flight checklist all the way to helping D-checks.